Norine Bolman van Five Nations heeft er niet persoonlijk geparticipeerd aan de stille loop, aan de spirituele loop, aan de protestactie van de inheemsen. Zij is er niet eens met een aantal zaken en dat legde ze uit in het volgende vraaggesprek met TBN Prime Alert. Ze geeft er wel aan blij te zijn met de grote opkomst en dat men notie neemt van de noden binnen de inheemse gemeenschappen. Maar men had beter moeten organiseren, is mevrouw Bolman van Five Nations van oordeel. U participeert niet aan het stille protest op deze zaterdag? Nee, niet dat ik die mensen niet wil ondersteunen. Ik ondersteun met mijn hele hart, maar met stille protest. Als je stille protest zegt, dan mogen je geen sambora slaan, geen liederen zingen, dan moet je gewoon rustig lopen. Dan is het een stille protest. En buitendien moet ook, als je grondrechten wil, dan moeten niet alleen inheemsen lopen. Maar niet alleen wij als inheemse de grondrechten wil, zijn ook andere bevolking. Dan moeten we een bundeling doen. Een samenbundeling dat je je doel kunt bereiken. Want als je geen samenbundeling doet, ga je geen, je doel niet bereiken. Dat weet ik wel. Toch? Die de man potunu jaso toch? Die a oorlog beko fukirala de ingi. Samenbundeling bende voor akribisi nanga arwaka toch? We de beko fenwa oplossing. Isabito. Maar nu heb je taki stille mars. Dan moet je geen sambora spelen, moet geen liederen zingen. Dan je wakker rustig, maar dan heb je je maraca in je handen, je sambora in je handen, je kleding. Weet je, dan loop je rustig. Dat is een stille mars. Maar je zingt niet dat je balletra, want het is een stille mars, mogen ze niet interviewen. Ja, je hebt de interview juist nodig. Die zijn nieuws, die zijn ondersteuning. Ja toch? Want je moet ook een leider samen taki a situatie van de protester. Voor zij je protester. Zij je aan meka overheid teken snel. Toch? Want tedema en Lucas en Java, ze hebben een stille mars gelopen, maar we hebben niks gehoord wat die mensen willen. Zie je? Je moet leiders maken. Leiders hebben ze een begeleidgroep. Toch? Desnoods had je drie, maar want de groep is wel mooi groot. Hè? Ik ondersteun ze. Maar ze moesten een iemand hebben, ze moesten drie begeleiders plaatsen. Eén voorin, één midden, één achter, die voor hun konden praten. Zo weet ik dat je organiseert. Dan kan je wat bereiken, dan horen ze wat voor doelen je wil. En jullie doelen, iedereen die daar loopt, heeft toch een doel? Ze lopen voor een doel. Dan moet je eerst dan voor die protestmars, die stille loop, ik weet niet of ze hebben vergaderd. En dat is ook een grote fout wat ze maken. Mijn mensen denken niet ver. Sorry dat ik het moet zeggen. Wanneer je een protest gaat doen, moet je een massameeting houden. Een vergadering met al die dorpshoofden, met al die dorpsbevolking, die zulke dingen weet te organiseren. En als je weet te organiseren, dan gaat die persoon zeggen, kijk, daar moet je op letten, daar moet opgelet worden en daar kan je staan of daar moet je niet doen. Weet u, die dingen heeft u nodig. Maar als je zegt, ja, ik weet niet hoor, de Asani die ze, mijn man, verstaan me volg hier. Hè? En als je corrigeert ding, als je corrigeert de agers naar Trobiesuku. Dat do barigu, dat sa sabi, dat sa noko. Isabi to? Mino go waka huwa sani hu takwa protest. Me ondersteun ala sani wa misre huwa na grondrechte. Wa mino lopsa a overheid edunanga a bevolking ook to. Maar niet aan niet wij als inheemse alleen voelen het toch? Wij alle Surinamers voelen het toch? Dus, tijdens ma edunan san, mek den denki boom. Mek dens don denki den kom bij een na het dorpshoofden, na het massa sap den grieven, toch? If you did taki yo go tak wan sani dan, duiken go in a geschiedenis, toch? Duiken go in a geschiedenis, sa yu wan taki, sa yu charko na voren. Maar yun moest doen sani bruya bruya fa. Die groep is wel mooi groot, daar niet van.
me ondersteunde in Asani dat die Malanse mensen hebben die voor hun kunnen praten om deze zaak te oplossen. Wat if you know abis massa attack you in a go los wat probleem zo op. Maar zo meer inheemse organisaties dit hoor, mevrouw Bolman. Vijf de organisaties dat? Meneer Ganesh, voor uw organisatie, inheemse organisatie dit, not true. En mijn kaarten en je is er voor schrik. Toch? Maar mij even de organisaties staan dit doen. Voor hoeveel van ze hebben ook de inheemse benadeeld. Ja toch? Ik kan namen noemen, maar ik kan niet noemen. Bij de man ik ga naar Dorosee, ik moet niet op de inheemse neem. Trouwens, ik ga naar Amerika, trouwens, ik ga naar Peru, trouwens, ik ga naar Holland. Wat doe je wanneer je terug bent voor de inheemse mensen? Laat me zien, no? Wat if you go take a money tap a inheemse neer? Doe wat voor ze. Je hoeft niet van mij te doen, want ik dadelijk mijn liefst eraan hangen. Ik ben al op leeftijd, maar de jongeren dan. Plaats een trainingsschool voor ze. Plaats iemand daar die taalkundig is. Leer de jeugd daar aan Nederlands taal en de Caribische taal. Toch? Wat in Venezuela heb ik gezien. Zijn scholen daar. Maar hun taal, de Caribische taal, krijgen ze op school. De Spaans krijgen ze ook op school. Waarom kan het niet in Suriname? Toch? In Adenskoro, ja, zo agers discriminatie, die ook toe, meneer Genisch. En dat de regering moet corrigeren ook toe. Wat gisteren nog met is klachten voor de want of Adenskoro drap in Kopenhame straat. Bij de juffrouw en discrimineer de ching. Tijd om mijn termen te geven, zijn is niet belangrijk voor je tak de leerlingen. En wanneer die leerlingen weer antwoord geeft, en dan zegt ze, ja, ga naar buiten. Ja, als ik zo praat, moet je niet zeggen, juffrouw, je praat niet goed. Je moet geen aanleiding geven aan de studenten. Je moet respect hebben voor je leerling, dat de leerling ook respect voor je moet hebben, toch? Zo misabi. Wat mij bij de ene situatie begint ook toen voor leerkrachten, maar mijn belobaar ook. Want ik was ook een kleuterlijster geweest een paar jaren. Maar mijn takkie, als mijn man verdrag zo minst dat heeft, dan hoef ik de werk niet te doen. Mijn doing, ik ga in overheid. Ik werkte bij LVV, toch bij de landbouwdingen. Dus ik vind dat mijn mensen, mijn inheemse mensen, moest leren voor Bondro, Takmakandra, dat de kan bereiken sa de wani. En na grondrechten na ons aan sa we feti, sedert de Venetian tijd, toch? Pe usrefi be dukba ader makasi, pe ubegi een sende manchara a herkarta gide mama de mana beuro kota pasan. No no sref vis de go axi ex president Venetian pa karta de ama sref ka de no sabi. To? Kijk hoe lang. To? Da if je fetti fo achron de rechter, da mi efe ni kijk wij zijn ermee gestart. Ik, mijn man, meneer Naldo Jubitana, meneer De Vries die al overleden is, toch? Heel later was Aluma bijgekomen, maar dat was na een paar jaren. Toen wij al klaar waren met de kaart en zo, toen had meneer Naldo Jubitana Aluma naar binnen gebracht. Maar die tijd hadden we al, waren we al bezig met de grondrechten voor de kaarten. Hè? Voor de kaarten. Dus ik vind, wanneer je dan van de grondrechten bezig bent, dan moet je deze mensen roepen die al was begonnen en hoe het was op papier al gezet en hoe verder. Wat als je nu gaat beginnen, meneer Genis, tegen mij van je begin. Want je noemt Fabed ik Babi foto. En toen was de Raad van Acht. Dat je karala de mensen bij de ene Raad van Acht, de mensen bij tekenen kaartig, de mensen bij vettige grondrechtig. Dat je karala de man dat we horen van begin meeting. Dat je jere advies of je de inzij, lekker een nieuwe bestuur zeg maar, lekker fits. En fits de lekker, zeg maar, leider in Asani. Dat fits abdus, maar die zijn nodig.
isabito, dat je moet close des madis, dat je jere van asani bede, dat je ook denkt, oké, kom ik verbeter, ja. Kom ik pot dat recht, toch? A regering kan gooien, maar al duur langer het is, meneer Genisch. Met tegi, a gronde rechtotori die zit, toch? Al duur wat tijdje het is. Omdat a eenheid nog deed in a eenheems. Begin de eenheid te brengen. Tjara bundeling kofosi. Wat aan je wife het van a gronde rechto? Wat de Marons vechten ook toch? Dan maak je een deal met de Marons, toch? Zij vet die gronde rechto ook toe. Dat we komen we taki, we nodig alle de smassa bebegin naga atori. Fa de bebegin, pe de stop. Fai kan charing omoro. Dat me begrijp je, meneer Genisch. Maar me ondersteunen, nogmaals. En me hoop dat een regering Giesi dislezen. Dat hij de kan doen, want ze niet snel gedenk. Meka attori dis concoro. Isabi toch? Dat moet de regering doen. En dat denk van Pikin Saron. Meka san dat go naar bodem even. Isabi toch? Want als je vet aan het toestaan is, ook nog leuk. Begin één eerste recht te zetten. Als je pot aan recht, dan kan je die tweede pakken.